Lars, jongen, moet je nou weer in me beuken? Nou, je zit 5 meter achter me. Hey, Kijksmaalsterms! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe avonturenontsnapping. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met Lars en Giel. En wij gaan vandaag even lekker ontsnappen van alle enge mensen. We gaan vandaag wel winnen. We gaan keihard winnen, zou ik je vertellen. Ik heb er een heel... Oh, chips. Weet je wat we weer vergeten zijn? De pots. De pots. Natuurlijk. De pots. Kan het dus niet anders. Ik ook. We zijn weer de pots vergeten in de tijdreis. Echt super chill, maar niet heus. Maar het zou wel super awesome zijn als jullie even weer massaal op een duimpje omhoog zouden drukken. Dat zou gewoon super tof zijn, toch? Ja, toch. Dikke duim omhoog. Ja. Mocht je mee willen spelen, kom dan naar play.mattes.net en speel met ons een potje avonturenontsnapping. Dat zou echt super episch zijn. Ik sta tweede. Ik zie nummer 1 voor mijn neus. Hij is niet super ver. Hij is niet echt super ver. Nee, klopt. Hop. Oh, pons. Hoe jij door mensen heen kan kijken. Als iemand voor me loopt, ben ik helemaal de kluts kwijt. Ja, ik ook. Waar ik naartoe moet rennen. Ik wou net zeggen, ik ook. Dat is echt vervelend. Met dat parcours over het water. Ja, ik kan het niet doen. Hupsakee. Oh, kijk, zie ik iemand weer voor me rennen en dan ben ik helemaal de kluts kwijt. Oh god, ik had een verkeerde kant opgesprongen. Giel, je moet hier een pakken, hier. Je makkelijker? Ja. Lol. Oh, mooi geweest. Kijk, en dan pak je hem hier. Kijk. Deze en dan zo. Hey. Het is makkelijk deze route is vergeleken met die andere. Shortcut! Maar die andere is wel sneller als je hem echt in één keer goed doet. Als je hem in één keer goed doet, dan is die veel sneller. Maar ja, dan... Zag je dat? Hij groeide op de steiger. Ja, klopt. Hij sprong daar in het water en gewoon het bootje op die steiger. Lars, jongen, moet je nou weer in me beuken? Je zit 5 meter achter me. Helemaal niet, je zit in me te varen. Ja, je moet een ritse ruimte geven. Ja, echt hè. Lars zit nu weer voor me. Ik ben een zondagsvader. Ja, ik heb mijn rijbewijs nu niet. Beuk ja, Lars van het water af. En zo zit ook niet in je vaarbewijs. Nee. Bijna hetzelfde. Ja, alleen de ene heeft wielen en de andere drijft. Dus. Je kunt gewoon door elkaar heen varen. Ja, ze hebben allebei een motor. Dat is niet. Nou, niet per se. Ook je kan helemaal niet door elkaar heen varen. Ik ben al 4 keer aan de kant gebeukt door jou. Ik kon daar toch omheen varen. Ik kan er lekker doorheen varen. 4 keer aan de kant gebeukt door Lars. Hoppa. Nou, duur Lars, ben je toch nog voor. Tot ziens. Tot ziens. Wat pak we die? Pak je de normale route of die dingen aan de rechterkant? De rechterkant. Anders ben je sowieso de pineut. Ja, deze map kan je echt geen gekke tricks gaan doen. Als je daar gekke dingen in gaat doen, ben je gewoon de lul en dan ben je gewoon dood. Ja, tenzij het goed doet, maar dat is weer heel veel risico, hè? Ja, ik denk niet dat we dat moeten gaan proberen. Ik ga liever mezelf voor het veilige pad. Ik ga ook voor het veilige pad hier. Lekker door de markt rennen. Het is niet eens zoveel langzamer volgens mij, hè? Volgens mij valt het inderdaad ook wel mee. Het is alleen wel vervelend, het om die hoekjes heen. Dat is het hem inderdaad, weet je. Je moet elke keer er doorheen even snel slalommen. Maar als je gewoon slim je knop naar links en rechts gebruikt, dat je een klein beetje bijstuurt, kan je in één stuk flink doorgassen. Oh, er is een runner gesneuveld van ons. Welke pakken jullie hier dan? De parcoursroute of de... Ik pak hier parcours, maar ik vind hem super makkelijk. Dus zo? Ja, ik vind hem super chill. Nou oké. Ja, hier, de parcoursroute is best wel lang. Vind ik. Oh, daar moet ik. Ik ga er gewoon voor. Vind je? Ik vind deze echt super makkelijk. Oh, ja, het looproute stukje. Ja, die is best wel lang hier. Ja, die is super lang. Dus ik ga altijd voor de parcoursstuk. En dan ga ik hier gewoon weer lekker lopen naar gewoon. De arena rennen. Ja, ook dat tussendoor, hè. Ik ga nooit die parcoursroute hier pakken. Die is echt moeilijk. Ja, klopt. Dat is heel lastig. Maar ja, als je daar weer goed in bent, ja, dan sla je ook weer een heel groot stuk oh, over. Oh ja, je hebt gelijk. Ik heb nu niet... terug. Ah, die hunter, die zit nog wel voor shortcut. Me. Oh, oké. Okay. Ik ben altijd gewend hier langs te rennen. Ja, dat kan. Kijk maar, die kerel achter jou, die zat net heel ver achter je, nog niet meer. Die ging er doorheen. Ah, joh, een beetje gezellig. Ik kan de map niet op. Wat? Oké. Okay. Jij wel. Oh, de hunter wist die shortcut niet eens. Loop ik niet dan weer op hem voor? Ik hoop het. Ja, oké. Ik loop weer voor op die hunter. Nice. Goed gedaan, Lars. Hij zit achter ons, vindt ze uit te kijken. Zie dat, de hunter? Wat, de hunter? Oh, is dat de andere hunter? Dat is de andere hunter. Waar is hij dan? Ja, hij loopt hier in de cirkel ergens. Oh, ik zie hem. Oh, ja, fiets, ik zie hem. Vlak ja, mee. Dat bedoel ik. Lekker dichtbij, dus. De dat is heel dichtbij. Moeten we eigenlijk niet gaan falen, hè. Wat we dus wel gaan doen, maar, want we hebben geen potions. Oh, dit wordt weer heftig. Dan ga je weer op dat punt zitten. Dat je elkaar gaat touwen en zo. Oh, doorlopen nog. Oh. Kom op. Lars, beter ga je hem inhalen. Ik ben vlak achter hem. Echt heel vlak. Deze kant langs. Hier zit een goede uitgang. Ah,
Is dat boven links of boven rechts? Links. Boven links, dan kan je daar die shortcut pakken. En dan meteen daar weer rechts de hoek om. Nee, dan moet je over dat, over die, over dat hekje heen springen. Oeh. Hij zit, nou, ik denk 2 seconden voor mij. Kom, Vincent. Gassen. Ja, ik kan niet sneller dan sneller, chef. Nee, dat klopt, ja. Dat is goed gezegd. En al die gaten in de brug, ik ben wel, Ja, die helpen er ook. Je moet hier gewoon sprinten, niet springen. Ik ben wel oplettend, hoe en wat. Ja. Oh, hier kun je tussendoor, joh. Nooit geweten. Nee, wist ik ook niet. Maar is dat zoveel sneller dan? Ik weet niet. Hij gebruikt het een salto of zo. Oh, ja. Ja, ze zijn nog verder bekend in de map dan dat wij zijn tegenwoordig. Maar ja, als je niet kan parcouren, dan word je ingehaald. Ja, is... Nee hoor, grapje. Want zo zie je bij het volgende... 1 meter 18, ja, bij het volgende parcours haalt hij mij weer in. Oh, nice. Ik zie niks. Doen jullie daar die parcoursroute? Oh ja, kijk hier! Dit is vet gemeen! Check! Oh ja. Dat deed iemand laatste keer ook. Ga jij maar eerst. Ik kan dat niet. Ik moet wel de gewone doen. Ik kan dat echt niet. Welke? Die op de derde verdieping? Of op de tweede verdieping? Nee, er zit daar een op de tweede verdieping zit een heel gemeen stukje. Op een of andere manier kan je daar als je een beetje... Hier. Als je het goed kan, dan ga je mee eens. Okay. Dan heb je echt geluk, man. Hoppa, nice. Gewoon in één keer, weet je hoe moeilijk deze jump is? Ja, je kan hem ook vanaf de trap doen, hè? Ja, weet je wat, Giel? Ik vind je heel lief en leuk. Maar... Oh, die hunter zit hier. Ja, daarom. Die heeft het parcours niet gehaald. Oh, wat, die eerste niet? Ja, ik ben hem helemaal tegen aan het houden. Die gast die komt niet verder. Goed zo, Lars. Blokkeer hem. We zijn met z'n drieën hier. Ik ga het niet halen zo. We zijn met z'n drieën bij het derde parcours namelijk. Dus als jij hem daar bezig houdt... Ja, die is nog wel even bezig hier. Maar die probeert... Die tikt mij eraf. Ja, maar boeien. Laat hem jou er lekker aftikken, zodat wij gewoon rust... Oh, zie fiets. Komt. Ja, jullie kunnen makkelijk finishen. Die gast die... dat gaat niet lukken op deze manier. Nou, hij trekt zijn zwaard. Oké, laat ze nou niks meer doen. Oeh, nou moet je terug. Nou mag je niks meer doen. Nee, ben ik rennen. Kan je ontsnappen? Ja, ik ben voorbij hem. Nice. Wat, hoe dan? Wat? Nee joh, dit meen je niet. Oké, okay, ik ga gewoon serieus rennen. Ik vind het wel prima. Ik ga gewoon lekker de looproute doen. Doei, looproute. Yo. Hij is nog de laatste hunter. Echt? Is die andere ook alweer dood? Die is dood. Oh jee. Dood. Hoe ze het rennen, weet ik niet. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Hoe kan je nou doodgaan als hunter zijn? Naast het water springen bij die arena. Ja, maar je hebt ziek hoge health regen. Oh, chips, verkeerde afslag. Ja, maar ja, je hebt maar 10 handjes. Hè. Ja, maar ja, dan nog als je ziek hoge health regen hebt. Ja, maar dan bedoel, als je valt, dan zijn ze in één keer weg. Dat is waar. Kunnen ze wel sneller regeneren. Maar ja, je kan bijna nergens fout vallen, want zelfs ik spring gewoon soms niet in dat water uit die arena en dan leef ik ook nog. Ja, dat klopt. Dan ben je niet dom. Hey, huntertje. Nee. Ik ben er weer tegen aan het houden bij dat andere, bij parcours 2. Ik heb hem eraf getikt. Ik ga bijna schiet dan maar op, jongen. Nee, waar je tussen die twee boomstammen heen moet. Ja, maar schiet dan maar op. Laat eens helemaal genieten. Ja, die is echt gewoon helemaal... Ja, die maar door. Die gaat niet halen, echt niet. Dat is een ding dat ik kan betalen. Nou, alleen maar beter, dan gaan we winnen. Giel is al bijna bij de broodbakkerij daar in de buurt. Ja, ik zit in de loopgraven nu. Dus. Ja, en nog een keer tegengehouden. Hij is boos. Pakt hij zijn zwaard? Ja. En hij is andere runners nu neer aan het mappen. Hoi. Hij is mad. Ja, die is echt goed met. Nee, heeft dat. Nee, gaat hij me nou doodmappen? Nee, dat is. Gaat hij jou neerslaan? Nee, ik ben het hoekje gaan crouchen en toen liet hij me doorgaan. Ja, dat is wel aardig. Lars, beter schiet je op. Wij zijn echt super ver. Oh, er zitten zo'n halve shortcuts in die map. In dat parcours. Ja, wij zijn al best ver hoor, Lars. Giel zit niet meer in de wereld. Ik zit vlak achter hem nu. Ik zit in die loopgraven. Hoppa, kijk eens aan. Oh. Oh, rustig aan. Hop. Hey, hallo. Ik had een sprong gemaakt. Ah, niet mappen. Ja hoor, dit gaat goed. Nice. Yo, oké, ik heb hem gehaald. Ik ben ook in de moderne wereld nu. Kom op, geef me even speed. Hij zit nog steeds bij parcours 3. Hij is boos op mij. Speed. Nice. Oké, ik ga langs de broodbakker. Ja, we hebben het ook gedaan. Dus ik denk dat wij dit keer wel gaan winnen. Ik denk het ook wel. Vorige keer niet, hè? Nee. Afslagbakken vergeten. Maar ik heb hem weer terug, even een stukje teruggelopen. Oh, even nog een broodje halen. Ik heb wel honger in een broodje. Lekker broodje. Ja? Ja. Heb je ook een lekker broodje? Nog een broodje. Broodje frikandel.
Ja, ook lekker, ook altijd lekker. Of wat voor broodje studenten. Wil je anders? Even sausijsje nog lekkerder. Nou. Giel wil een sausijsbroodje. Ah. Nou, dan krijg jij een sausijsbroodje. Lars, wat voor broodje wil jij? Een panini. Ja, dat is ook wel lekker. Dat is ook wel lekker. Wat wil je dan op je panini? Kaas en kip. Kaas, ja. En ja. Van alles. Oh, ik vind altijd de panini hete kip, die is lekker. Ja, ook. Dit wordt gewoon een hele een hele eetvideo. Een panini video. Een spanini run. Die Hunter die heeft het parcours helemaal gehaald nu. Oké, okay, jij ook? Nee. maar hij is daar pas... nog maar? Ja, daarom. Oh. Oké, ik ben in de kapiteins hut samen met Pistol. Oh, jullie hebben hem al gehad? Ja. Heb je de boost gepakt? Of een boost? Rechts? Ja. En dan pas geparcourd? Nee, ik ben gewoon doorgerend omdat hij erop liep. Ik had zoiets van ja. Oké, dan ga ik ook rennen. Ik heb nog nooit gerend hier namelijk. Niet? Nee. Het is wel irritant, maar het is wel... Volgens mij heb ik nog nooit gerend hier. Gaat heel snel aan de hand, vergeleken met de rest. Oh, dat is echt vervelend inderdaad. Het is ook op sommige plekken super donker, sommige plekken vet licht. Ben ik er al bijna? Ja. Oké, okay, nice. Maar is hij een beetje boos op mij? Echt? Ja. Oh. Zit je het gek als ik hem zo lang heb tegengehouden? Ja, terecht. Die pistonpoek, die mocht van mij ook finishen. Die was al super goed bezig. Nou, Lars, jongen, de overwinning dragen we op aan jou. Omdat jij die hunter zo goed hebt afgeleid. Nee, het is onze overwinning. We zijn een team. Ja, maar jij hebt die hunter afgeleid. Nou, go, Giel, finishen. Jij bent tweede. Oh ja, dat mag ook wel, hoor. Nee, wat jij bent tweede. Staat hij trouwens? Finish hier beneden. Oh. Ik kon hem net inhouden, jongen. Ik zag het. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Vond je dit leuk? Vergeet het niet op het duimpje omhoog te drukken. Vergeet hierboven even niet te abonneren. Check op vorige video, rennen video. Mocht je dat graag hebben, superheld. Zeg ik tegen jullie mensen. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!